In een speciaal daarvoor ingericht atelier, een loods van de Haagse gasfabriek, legt de beeldhouwster Corine Fransen de laatste hand aan een monument ter ere van de gesneuvelde Utrechtse verzetstrijders. Het beeld dat een vrouw voorstelt die de levensvlam verder draagt, wordt gehouwen uit zogenaamde Vorionsteen, een Franse kalksteen. Corine Fransen werkt naar een gipsmodel dat 1/3 van de ware grootte is. Het beeld wordt 6,5 meter hoog en zal komen te rusten op een sokkel van 5 meter hoogte. Het monument wordt in gedeelten vervaardigd en getransporteerd. Dit voetstuk alleen al weegt 8000 kilo. Op de Nationale Herdenkingsdag zal Prins Bernhard het beeld in Utrecht onthullen.